Ik zit hier aan de keukentafel bij de familie van Hummel en tegenover mij zitten Marja en Eddy. En ik ben bij hun aan de keukentafel gaan zitten omdat ik Marja regelmatig zie rondlopen met een hele grote hond in opleiding. Klopt toch, Marja? Dat klopt. In ieder geval welkom aan de keukentafel. Dankjewel. Ik zie jou regelmatig lopen met een hond en die heeft een mooi dekje om. Klopt. Wij zijn puppypleeggezin voor het KNGF. En dan krijg je een pup met 7 weken. En die moet je opvoeden. En dan met een maand of 14 tot 16, dan gaat hij naar school. En dan moet hij bepaalde dingen kennen die wij hem proberen aan te leren. Oké. Okay. Jullie komen niet uit Boksel, begrijp ik? Nee. Waar komen jullie eigenlijk vandaan? Wij komen uit Vught, alle twee. Oké, okay. En hoe lang woon je al in Boksel? Vanaf 1978 ben ik in Boksel komen wonen en even daarna is Marja bij mij ingetrokken. Oké, okay, leuk. En jullie hebben kinderen? 3 kinderen, een meisje en 2 jongens. En altijd een grote hond. En altijd een grote hond. Ja, want mijn vraag nou is, hoe kom je er nou bij om dit te gaan doen? Hadden jullie zelf honden of zijn jullie hondengekken of... Hoe kom je eraan om zoiets te gaan doen? Wij hebben altijd thuishonden gehad, bij hun ook. Toen wij samen gingen wonen hebben wij zelf een hond gekocht, een Ierse setter. Die is 12,5 geworden. Daarna kwam er een andere hond, ook weer 11,5 geworden. En toen zei hij, er komen geen honden meer. Nee, dan kunnen we gaan en staan waar we willen. Oh, daarom. Ja. Daarom. Alleen ja, dat was dus niet waar. Want als je honden gewend bent, dan... Moet je altijd ook naar buiten en in weer en winter maakt verder ook niet uit. Maar dat mis je dan en je gaat niet alleen een blokje om. Dus toen heel toevallig via op de tv een spotje van het KNGF gezien. En die zocht puppypleeggezin ouders voor de honden. Ik zei, nou, dat gaan we doen. Waarop mijn vrouw zei. Dat doen we niet, want ik ga die hond niet afgeven. Nee. Nou ja, moet je hem weer naar school brengen en dan heb je nog geen hond. Dus... En... Toch ben je er over de... Over de streep gegaan, overgetrokken. Ik kon kiezen. Of geen hond, of zo'n hond. Dus ja want Andy, waarom wou je geen eigen hond meer hebben? Nou, je gaat makkelijker op vakantie, je gaat makkelijker een weekendje weg. En als je een hond hebt, ja, je moet altijd toch wel zorgen dat weer iemand op je hond gaat passen. Meenemen ging ook niet altijd met 3 kinderen, auto vol. Dus toen onze laatste hond zelf dus overleden was, ja, toen had ik echt zoiets van, nou, voor mij geen hond meer. Maar ja, dat is dus echt niet, want eigenlijk binnen een half jaar of zo... Dus, ja. Hè? Ja, na een half jaar. Want je mist gewoon de gezelligheid en ja, je moet eruit. Slecht weer, maakt niet uit, je moet naar buiten met die hond. En je hebt veel aanspraken als je met mensen met honden tegenkomt. Ja. En je ziet nog eens wat van Boksel en omgeving en dat soort dingen. Dus ja, vandaar toch maar weer een hond. Hè. Het is natuurlijk ook zo met een hond, wat jij zegt, je bent verplicht om te gaan wandelen. Hè? Ik zeg altijd een hond en een kinderwagen, dan ga je wandelen. Ja. Hè? Ja, en anders doe je dat niet zo gauw natuurlijk. Nee, als het regent is, zeg je niet tegen je vrouw, kom we gaan gezellig een blokje om. Want zo is het. Maar met een hond wil ook niet zeggen dat we dan samen gaan. Maar één van ons gaat dan wel met die hond om. Ja. En dat is meestal dan mijn vrouw, hoor. Dus. Ja, toch wel. Want het is ondertussen haar ding, maar het is jouw ding. Hè? Het is mijn ding geworden. Want, hoe gaat dat dan? Kom je zomaar in aanmerking van, oké, ik ga dat doen. Ik bel naar de vereniging en zeg, ik wil wel zo'n pup van jullie. Je geeft je op. Okay. En dan krijg je een vragenlijst, die moet je invullen. Dan word je gebeld van, wij willen graag even bij jullie thuis komen kijken en vragen hoe dat het allemaal werkt bij jullie, loopt. En dan komt er iemand van het KNGF thuis en die vraagt van alles. Werken jullie? Werkt er eentje? Zijn jullie honden gewend? Wat zou je doen in zo'n situatie met de hond? Zou je hem dan afleiden of niet? En dan gaan ze dat bespreken bij het KNGF. En dan na een paar weken krijg je een telefoontje dat je een pup mag hebben. Is er ook behoefte aan pleeggezinnen? Ja. Het is toch een pleeggezin, hè, wat jullie zeggen? Ja, ja. Is er een behoefte aan? Zijn er te weinig pleeggezinnen? Er zijn te weinig pleeggezinnen, want er is een verloop in. Hè. Er zijn veel mensen die zeggen, na 1 pup, ik doe het niet meer.
Omdat het toch te emotioneel is, ja, om zo'n beetje of af te geven. Of omdat het toch tegenvalt. Er zijn, ja, ook mensen die zeggen, na 3 weken, ik breng die pup terug, want ze hebben er niet bij gezegd dat hij poept en plast en dat ik hem nog moet zindelijk maken. Ja. Is wel gezegd, maar, ja, die mensen realiseren zich dat niet. Want zo'n pup is eigenlijk toch bijna, vooral in het begin, gewoon een baby die je krijgt. Hè? Ja. Die je heel veel aandacht moet geven, ja, voeden, uitlaten natuurlijk. Is het, als je zo'n hond krijgt, willen ze ook hebben dat een van de twee thuis is? Dat ligt eraan. Kijk, als het werk elkaar overlapt, dus 's morgens is de man thuis, 's middags de vrouw thuis, dan mag het ook. Ja. Maar het moet zo zijn dat er toch wel constant iemand thuis is. En zeker in het begin, als, ja, de pup er is. Ja, en dat was in jouw geval. En dat is in mijn geval. Ja. En dan krijg je zo'n pup, je, ja, mag hem niet uitzoeken. Nee, als die honden 6 weken zijn, 6,5 week, doen ze een puppytest. Dan laten ze allerlei dingen doen en dan weten hun, die past het beste bij dat gezin of het beste bij dat gezin. Dus dan kom jij naar Amstelveen toe, naar het KNGF. Dan krijg je een map voor je neus. En daar staat dan jouw naam op, daar zitten de papieren in. Van de hond. Ja. Van de hond. En dan kan je, als je heel nieuwsgierig bent, kijken welke hond dat je krijgt. Okay. En dan krijg je dus een pupje van 7,5 week. Ja, want ze kijken natuurlijk ook bij zo'n hond van, het komt in een gezin met kinderen. Ja. Of het komt gewoon in een gezin met een ouder iemand. Ja. Kijken ze daar ook een beetje naar, een soort pup dan? Ja. Want waarom komt dan die pup bij jou? Een hele drukke pup zal niet in een gezin komen met ook nog weer kleine kinderen. Ja. Maar wel bij ons. Ja? Ja, wij hebben eigenlijk tot nu toe bijna alleen maar drukke of zeg maar drukke honden zeggen hun dat het zijn, ja, wat in onze ogen helemaal niet is. Maar wij zijn streng en consequent en dat weten ze op een gegeven moment bij het KNGF, dat zien ze ook aan de hond op een gegeven moment. En na onze eerste hond hebben we ook aangegeven dat we wel iets met een herder willen. Waarom? Een herder heeft toch meer een eigen willetje, maar is wel heel erg baasgericht, vinden wij. En daar is, vind ik, veel meer uit te halen als niks te nadelen van een Labrador of een Golden Retriever, want dat zijn ook schatten van honden. Een heel andere soort honden. Gewoon, alleen, hè? Als je met een herder loopt, dan loop je met een hond, zeg ik wel eens. Ja. Het is toch een heel ander beest. Sommige mensen, of heel veel mensen, die lopen ook graag een blokje om als wij er aankomen. Nou, wat eigenlijk helemaal onterecht is, want het is zo'n lieve hond. Speelt met andermans honden, zal niet bijten, speelt met kinderen. En daar wordt dus ook allemaal naar gekeken bij het KNGF, bij huisbezoeken en dat soort dingen. Komt daar ook allemaal te sprake van, ja, hoe en wat. Ja, want nou kijken ze natuurlijk anders naar jullie met de pup, dan toen je begon, want toen waren de kinderen nog thuis. Ja. En dan is het natuurlijk, want dat lijkt me toch ook, hoe ging dat dan met een gezin, met 3 kinderen had je? En, ja, dan komt er zo'n pup, ja, die vinden het natuurlijk allemaal geweldig, maar die moesten hier ook achter staan natuurlijk. Die moet je ook weer dingen leren, die kinderen. Wat ze wel met zo'n pup, ja, konden, als een pup slaapt, dan moet je hem laten slapen, dan moet je eraf blijven. En, waarom was dat dan? Waarom is... Omdat zo'n pup ook zijn rust nodig, ja, heeft. Ja, is ook. Maar ook duidelijkheid naar de pup toe. Kijk, zij, het is haar project, noem ik het altijd maar. Ja. En de hond weet in principe, dat is mijn baas. Alleen werkt dat niet altijd zo, want ja, heel veel honden luisteren ook naar mij. En dat komt misschien omdat ik een zwaardere stem heb of wat, op een andere toon praat. Maar het is in principe haar hond. Zij doet er alles mee. Ja. En ik ben degene die er een beetje tussendoor loopt en, ja, ook wel eens stoute dingen wel eens mee doet. Een beetje uitdagen. Ja, een beetje uitdagen. Ja. En ja, ik mag er graag mee omgaan. Ja, maar ook gewoon een hond zijn een beetje, ja, natuurlijk. Ja. Hè? En dat is met de kinderen ook, in principe zijn, met de kinderen ook gewoon. Ja, als die thuiskomen en dat is nu nog, die krijgen een labber en die liggen te kroelen met het beestje. En, ja, en welke hond dat het dan ook is, het klikt altijd. En ik zeg wel eens van, het is net of dat ze bij het KNGF een chip in die hond doen, dat die al voorgeprogrammeerd is. Ja, dat is niet zo, nee, dat is niet, maar... Maar ja, misschien ligt het niet aan de hond, misschien ligt het gewoon aan jullie. Ja, dat, hè, zou kunnen. En ik denk ook wel van, als je, ook al is het jouw hond, een man in een gezin is toch de dominante, overwicht, het overwicht, hè, die mannelijke energie. Ja.
En de man komt veel anders binnen als een vrouw. En ik denk dat ook een zwaardere stem. En dat je daar ook gevoelig voor is. Van, oei. Ja. Ja, maar ook minder thuis is. En als hij dan thuis is en hij doet een keer zijn mond open, dat die hond denkt van, oh, hij is er ook weer. Hij is er ook weer, ja. Ja, nee, maar dat is met de kinderen precies hetzelfde natuurlijk. Ja. Hè? Van moeder mogen ze bijna niks, want die ziet ze de hele dag. En als papa thuis komt, ah, kom maar jongen, hier nou een snoepje en dit. En dat is met de hond eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Van, het is gewoon een kind. Ja, eigenlijk wel. Ja. 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 God. Alleen na een jaar, dan breng je het kind weg. Ja, en, dat is... Want eventjes... Dus jullie krijgen dan zo'n pup, Maya. En jij hebt daar niks over te zeggen. Nee. Je hebt wel aangegeven dat je liefst met een herder werkt. Dus daar houden ze wel een beetje rekening. Ja. Want niet iedereen zal dat willen, denk ik. Nee. Er ook heel veel mensen steken mee maar een labrador. Hè? Heel veel willen geen herder. Of een kruising. Ik denk een herder is ook een stoere hond, hè? Ja. Dus dan moet ook zelf ook een beetje ballen hebben, hè? Ja, kan me voorstellen, ja. Maar ja, jullie krijgen dan nu een pup en dan neem je die mee naar huis. Ja. Helemaal verliefd weer op zo'n beestje natuurlijk. Hoe is dat dan als je hem af moet geven? Moeilijk. Maar dat verschilt ook per hond. Ja, en ik denk ook wel dat je weet het constant. Hè? Je weet het. Ja. Je bent er goed voor, maar je gaat er niet echt aan hechten. Hè? Jawel. Ga je er toch aan hechten? Als je er niet van houdt, kan je het niet. Nee, maar ik denk, houden van is toch anders dan dat je er ook aan gehecht raakt. Ja. Je bent toch gehecht. Je raakt toch gehecht. Tuurlijk. Ja, absoluut. En hoe is dat dan? Moeilijk. Maar je weet waar je het voor doet. Ja, want deze honden die gaan altijd naar blinde mensen. In het begin wel, nu niet meer. Nu kijken ze op school of dat ze geschikt zijn om blinde geleidehond te worden. Mm. Is dat niet zo, dan zijn er nog meer doelen. Dan kan die autisme geleidehond worden voor kinderen. Hij kan assistentiehond worden. Maar hij kan ook militairen gaan helpen. PTTS mensen. Dat zijn? Om die te gaan helpen. PTTS? Dat zijn de militairen die uitgezonden zijn naar Bosnië of naar Irak. En die dus daar niet helemaal goed uit zijn gekomen. En daar worden ze ook, bij die soort mensen worden ze ook toe? Worden ze geplaatst. Okay. En die helpen ze dan voor als ze nachtmerries hebben of moeite hebben om mee naar buiten te gaan. Dan helpt die honden ze over een drempel heen. Jezus. Ja, en nu is er nog een nieuwe ontwikkeling. Nu hebben ze honden in opleiding die de ontlasting van een mens besnuffelen en dat ze daaruit een conclusie kunnen trekken of dat het zo is of niet, dat die mensen aan een darmkanker lijden. Dus daar zijn ze nu mee begonnen bij het KNGF en ja, wat daar de uitkomst van is, dat is natuurlijk nog niet bekend, maar ook daar gaan ze dus ook steeds verder in en ja, dat is gewoon dus ja, mooi. Onvoorstelbaar toch, hè? Ja. Als nou zo'n hond, die komen ze ophalen of jullie brengen hem weg? Wij brengen hem altijd weg. Ja. Je haalt hem op in Amstelveen en je brengt hem weer terug naar Amstelveen. Hoe is dat voor de hond? Ook vreemd. Want die wil met jullie mee, want hij hecht, jullie zijn toch zijn baas. Hè? Ja. In het begin dan liepen we altijd mee naar de wei. Dat is een grasveld wat afgezet is, waar je dan per vier mensen je hond vrijlaat, waar je ze... De bedoeling is dat ze gaan spelen met elkaar. Dan loop jij weg. Maar nu we herders hebben, die zijn meer baasgericht, geven we ze aan de trainster mee. En die loopt dan naar het grasveld toe. En dan laat ze ze los. Dus hij ziet ons niet weggaan. En dan is het hij wat makkelijker. Hij ziet jullie niet weggaan, want dan is al meteen die trainster van hem, die hij krijgt, die neemt het eigenlijk een beetje over. Ja, die neemt hem mee. Dus jullie zien ook niet hoe je reageert. Jawel, want wij mogen dan de kennel in en dan kan je naar buiten kijken en dan kan je hem op het grasveld zien. Hoe is dat? Voor de hond ook moeilijk, maar voor ons ook. Ja, ik ga niet mee, joh. Ik blijf lekker in de kantine zitten en ik neem een bakje koffie. En, ik vind het goed. Ik lever hem op dat moment af aan de trainster. Maar omdat hij jou ook raakt? Tuurlijk. Maar dan denk ik van het is goed zo, het is klaar. Ik heb mijn missie volbracht en dan is het klaar. En jou verschillen... zit er die emotie natuurlijk. Ja. Nee, maar daar verschillen wij ook van, hè, van... Maar dat is alleen maar goed. Kijk, maar zij ook, heeft er meer mee gedaan als ik in principe. Ja. En dan blijf jij daar staan kijken. Ja. En dan begin moet je toch zeggen, kom op. Ja, op een gegeven moment ga je ook weg. En dan zie je hem ook nooit meer. Jawel.
Je mag zo vaak als je wil naar school bellen om te vragen hoe dat het gaat met hem. Op een gegeven moment zeggen ze van, nou bel maar één keer in de maand, want anders weten wij niks nieuws meer te vertellen. Ja. En dan wordt hij na een maand of 6 tot 8, heeft hij zijn opleiding voldaan, hoop je. Ze kunnen tussentijd ook nog afgekeurd worden, maar na die tijd hebben ze de opleiding. En dan worden ze geplaatst bij een blinde. En dan wordt al gezegd tegen die blinde persoon van, wil je contact met het puppypleeggezin? Weet je, wil je weten waar die vandaan komt, waar die opgegroeid is, waar die alles geleerd heeft? Nou, de meesten zeggen wel ja. En dan zoeken ze contact. Maar daar mag je pas na een half jaar naartoe. Dat die hond echt goed gewend is aan zijn nieuwe baas. En dan mag je pas daar naartoe. Dat is toch ook wat? Want hij komt als puppy bij jullie. Ja. Dan krijg je een trainster. Ja. Hecht hij zich aan? Verschillende trainers. Oh, toch? Ja. En dan komt je bij de uiteindelijke baas. Ja, maar daar zit dus maar is dan zo'n hond niet voor, zou ik dan denken, een beetje angstig dat hij daar die baas ook af moet geven? Nee. Dat is dus niet. Nee, dat is een hond niet. Is meer zo van, wie er goed voor mij is, daar ben ik ook goed voor. Maar dan kom ik weer terug wat ik al gezegd heb. Ik heb het idee dat er een chip in zit, dat die hond dat begrijpt. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat gevoel geven ze wel op een gegeven moment. Ja, en hij is ook natuurlijk heel leergierig, want er wordt natuurlijk spelenderwijs, maar ook wel serieus, met hem bezig. Hij verveelt zijn eigen natuurlijk niet. Nee. Zeker de eerste 3 weken dat hij op school komt, dan zit hij in de kleuterklas, noemen wij dat. Dan worden er heel veel leuke dingen gedaan, maar hij wordt ook vastgewend aan zijn tuig en dat soort dingen. Na 3 weken dan gaan ze evalueren. Dan denk je, nou prima, deze hond kan verder. Dan gaat hij in principe naar de eerste klas, zeg ik dan allemaal. Dus krijgt hij weer een andere trainer. En het kan ook zijn dat hij niet bij het KNGF blijft, maar dat hij bij een andere organisatie tijdelijk neergezet wordt om daar de opleiding te volgen. Okay. En dan uiteindelijk, het blijft wel onder het hoede van KNGF, uiteindelijk toch weer uitgegeven wordt als blindengeleidehond. Ja, want die hebben ook een heel netwerk van vader- en moederhonden die met elkaar gedekt worden. Of die kopen gewoon bij andere puppies op. Hoe gaat het dan? KNGF heeft zelf moederhonden en vaderhonden. Ja. Die wonen bij ook weer fokgastgezinnen. Okay. En dan maakt het KNGF de beslissing van die hond is loops, die wordt gekruist met die hond. En zo kom je aan de puppies. Er worden wel puppies geschonken, maar dat zijn er niet zoveel. Meestal gaan ze die echt wel gebruiken zo. Ja. Maar er komen ook puppies uit Ierland of uit Amerika. Dan doen ze uitwisselen. Ja. Voor eventueel inteelt of voor, omdat het een sterke ras is of iets. Ja. Oh, dus dat is echt een heel netwerk dan. Ja. Nu is er weer een moederhond uit Amerika gekomen die al 7 weken zwanger is. Die gaat hier bevallen, pups worden hier uitgedeeld en moeder gaat weer terug. Oh, het is toch echt heel wat allemaal, hè? Ja. Ja. Jee. Nou, zo'n trainer die daarmee met hem aan de gang is, dat is echt een hele week, zo'n school? Is dat echt, is of echt iedere dag? 5 dagen in de week. En dan zit hij met meerdere honden of hij krijgt iedere keer 1-op-1 training? Of hoe gaat dat dan? Er zitten 20-30 honden in 1 kennel, in 1 grote ruimte. En dan, als de trainer ermee weggaat, heeft ze meestal 2, hooguit 3 honden bij zich. Oh ja. Ja, en daar gaat ze mee op pad. Ja. 'S morgens komen ze terug en 's middags gaan ze nog een keer. Zo, dat is toch wel. Of wandelen in het Amsterdamse bos. Ja. Oh ja, ja, ook ja. Met een stel. Ja? Ja. Ja. Want ze moeten overal aan wennen natuurlijk. Aan het stadsleven, aan het openbaar vervoer natuurlijk. Ja. En dat is een van haar taken. Ja, want hoe zit dat dan? Je hebt een pup en je krijgt ook taken om... Ja. Vertel eens, hoe gaat dat dan? In het begin is de pup nog te klein, dus dan moet je rustig aan opbouwen. En dan neem je hem mee naar het winkelcentrum en zet je hem in een winkelwagentje. En dan rij je een keer door de winkel en dan ga je weer naar buiten. En dan, zodat hij kan wennen aan de drukte in de winkels. Ja. En dan is je echt nog heel klein. En dan is je nog heel klein. Een paar weken of zo. Ja. En dat ga je steeds verder opbouwen. En vanaf een maand of 6 ga je ook met de trein mee en naar de stad. Dan krijg je ook de consulente van het KNGF, die komt dan naar Den Bosch toe. Die ziet ons daar. Dan ga je mee de bus in, de trein in. Oh, dus dat doe je met iemand samen? Dat doe je nooit alleen met jouw hond? Ook.
En waarom is die er dan, zo'n consulent? Die consulente komt kijken of dat er nog dingen verbeterd kunnen worden. Ja. Of dat wij iets nog moeten veranderen. Hoe dat de hond reageert. Als de hond niet graag de trein inspringt, dan zegt ze van nou probeer dit of dit is. Ik zie aan jouw hond dat hij altijd een jasje aan heeft, een dekje. Dat had je hier ook ergens liggen, deze. Ja. En waarom heb je dat dekje altijd dan Dit dekje krijgen ze pas vanaf 4 maanden. Ja. Met het dekje ben je herkenbaar. Ja. Want niet in iedere winkel mag je binnen. Niet iedereen wil dat hebben. Dat je met een hond komt, hè? Ja. Met het dekje mag het meestal wel. Er zijn altijd winkeliers die je mogen weigeren. Ja. Die het niet willen. Ja, want voor hetzelfde dan ben jij zelf een blinde. Ja. Een ziende natuurlijk niet. Nee. Dan zouden ze dus eigenlijk een blinde weigeren. Ja. Maar dat gebeurt. Ja, echt waar? Tuurlijk. Gebeurt nog steeds. Ja. Want waar loop jij zelf tegenaan als je zo met zo'n hond het openbaar vervoer ingaat? Snappen andere mensen, hebben die daar begrip voor? Als je de winkel inloopt, dan zeggen heel veel mensen dan, die hond die mag toch de winkel niet in? Ja meneer, maar dit is een speciale hond, die moet dat leren. En die heeft dan, dat, en hij heeft dit om. En hij heeft een jasje aan. Ja, maar dan nog dat vinden ze het raar. Mensen, niet, nee. Mensen zien, oh, dat is een hond en hij heeft dan een jasje aan. Maar... Als de hond dit jasje aan heeft, mag die ook niet aangehaald worden. Nee. Want dan leid je hem af, want dan is hij in principe aan het werk. Ja, snapt zo'n hond dat dan ook? De hond wel, maar de mensen niet. Ja, maar dat is ook natuurlijk heel moeilijk. Een pup van 4 of 6 maanden met een dekje om die dartelt en alles. Ja. En kinderen lopen graag naar een hond willen knuffelen. En dat is wat ik net ook al zei, van met een herder is dat iets minder als bij een Labrador of Golden. Ja. Maar juist bij die herder mag je het iets meer toelaten. Dat hij wat mensvriendelijker is. Ja. Dus hij is wel mensvriendelijk. Jawel, maar toch, gewoon dat hij sociaal. Juist. Ja. Ja. Ah ja. Want moet je dan ook constant zeggen tegen die mensen niet doen? Niet aanraken? Ja. Dat mag niet. En de hond afleiden, hè? Dat hij er niet naartoe gaat. Maar ook als je iemand met een andere hond tegenkomt. Hem afleiden, zodat hij gewoon netjes doorloopt langs die hond. En dat is wel moeilijk, want die andere hond is wel gericht natuurlijk op hem. En daar is het grootste probleem vaak. Ja. En dat niet zijn vaak zozeer... de kleine hondjes, de keffertjes. Die keffertjes, en dan met een lange lijn. Ja. En die lijn zo lang laten. Ja, kijk, deze hond moet het leren. En als wij het niet goed kunnen leren, heeft die blinde er dadelijk geen profijt van. Dus mijn ding is ook altijd tegen de mensen van, God, alsjeblieft, neem die hond kort. En als ik voorbij ben, of als mijn vrouw er voorbij is, laat die hond dan los. Typisch, maar dat is dus niet. Nee, dat zit eenmaal in de mens. En je kunt zo een bepaalde dommigheid ook. Nee. Die denken, maar die denken daar gewoon niet bij na ergens. Terwijl je toch zou zeggen, in deze tijd is er toch zat informatie overal. Ja, wat de bedoeling is van... Ja, maar mensen zien het niet, hè, op een gegeven moment. Ik kom wel eens honden tegen die lopen te grauwen en te grijnzen naar deze hond toe. En dan zeg ik er iets van en dan krijg je een beetje een grote mond of je wordt afgesnauwd. Ja, dan denk ik van, hey, hallo, ik loop netjes met mijn hond aan de riem en ik hou hem kort. Dat kunnen jullie ook. Ik hoef niet kenbaar te maken dat mijn hond van het KGF is. Nee, in principe. En dan denk ik van, ja jongens, alsjeblieft, waarvoor neem je hond kort en loop langs elkaar heen. Dan kun je altijd nog vragen, God, willen ze, kunnen ze spelen, mogen ze spelen? Ja. Maar ga er niet maar vanuit van, oh die hond die zal wel willen spelen. Ja. Nee, die hond is op dat moment aan het werk. Ja. Of die is heb je nou ook niet dat zo'n hond door een andere aangevallen wordt? Ja. Want ik bedoel, zo'n herder, die is toch... Nee, ik heb het gehad, 2 honden. En dan krijg je nog een grote mond ook. Ja, dan moet je kenbaar maken dat het een hond van het KGF is. Ik hoef niks kenbaar te maken. Ik zeg, u moet uw hond gewoon bijhouden. Ja. Maar voor hetzelfde geld is dit geen KGF-hond, maar een politiehond. En die denkt bij zijn eigen van, hop, jouw hond pak ik ook. Jongens, hou gewoon de hond netjes bij je. En wil je spelen, vraag het even aan elkaar. Ik vlieg ook niet zomaar een vrouw om de nek omdat ik ze leuk vind. Nee, maar ja, zo is het toch gewoon. En met een hond, dat moet het maar heel normaal zijn. Ik denk van, dit is de verkeerde wereld af en toe. He, en ik gun iedereen het, en onze hond mag ook spelen, absoluut, maar vraag het even. Ja,
Want jullie hond mag wel ook gewoon hond zijn en spelen. Ja, en absoluut. Die moet socialiseren. Ja, dus die speelt die gewoon met andere honden. Ja, ja, absoluut. Die gaat vanaf dat je hier komt, gaat hij mee naar Lierenland, waar de honden los mogen, het losloopgebied. Wat is oh, hierachter in het land. Daar bij de Chinees. Ja. Oh, daar bij de Chinees. Dat is Lierenland. Ja. Dus losloopgebied. En dan gaat hij ook mee los. En dan mag hij gewoon met andere honden spelen. Ja. Ja. En dan hoeft hij ook niks. Dan hoeft hij... Ja, hij moet luisteren. Hij moet luisteren. Hij moet gewoon terugkomen. Ja, want dat doet hij dan ook wel. En hij mag dan ook niet gevoerd worden door andere mensen. Gewoon lekkere snoepjes krijgen. Want hij moet op mij gericht blijven. Ja. God, dat is toch nog een heel taak eigenlijk. Want als jij nou zo met het openbaar vervoer meegaat, dan ga je ook bijvoorbeeld naar Den Bosch, de stad in. Ja. En dan loop je gewoon rond met zo'n hond. Ja. Dan ga je de winkel in. En dan leg je hem neer, laat je hem liggen. Af. Dan moet je ook blijven liggen, ook al als ik een rondje loop. Maar je hebt hem wel vast? Of laat ik hem zo los liggen. Dus als je hem even niet ziet, dan moet hij toch blijven liggen. Ja. Hoeveel honden hebben jullie nou gehad? We hebben nu 7 honden. Dit is nummer 7. En heb je met al die honden nog contact of begin met verwaterd dat? We hebben met... Hond 1 hebben we geen contact. Hond 2 is zelf al overleden. Hond 3 hebben we ook geen contact. Met 4, 5 en 6 hebben we zeker heel goed contact. Ja? Ja. En 1 hond is al overleden? Ja. Die had kanker. Ach, god, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ze was 6. Maar dat is ook heftig, hè? Voor iemand dan. Voor het baasje van baasje, die hecht zich ontzettend aan een hond. Ja, want het is in principe de bedoeling dat ze dan tot een jaar of 8... Hooguit 9 zijn ze in principe blinde geleidehond en dan gaan ze met pensioen. Oh ja? Ja. Want is dat pensioen, is dat, of waarom? Het lijkt mij ook als ze met zo'n baasje er zijn, moeten ze natuurlijk wel werk voor het baasje. Maar op zich kunnen ze toch makkelijk tot de 10, 11, 12 of is dat niet? Ook het tempo van de hond gaat achteruit als ze zo oud worden. Dus ze hebben gezegd van nou 8, 9 jaar en dan gaan ze met pensioen. Tenzij blijkt dat Het wel kan, dan mag het wel, maar meestal zijn ze dan toch wel een heel eind op. Ja. Ja, maar het is wel heel intensief, hè. De hond, Hij moet wel scherp zijn. Ja. Op het moment dat hij aan het werk is, moet hij op 100 dingen letten. Hè. Ja. Hij moet alles in de gaten houden en dat denk ik van, dat zal toch ook wel aan een beestje... Op een gegeven moment zal het best wel op zijn. Ja, dus ik ben blinde natuurlijk. Als hij wakker wordt, dan begint hij al te werken eigenlijk. Nou, in huis nog niet, maar op het moment dat de beugel aangaat, dan is het werken. En kijk, heel veel blinden werken en of gaan nog naar school. Of die zijn echt... wij kennen eentje, nou echt, die, ik weet niet, maar 24 uur is te kort per dag. Die doet eigenlijk alles, onze Marleen. Marleen. Dat is echt... Marleen? Ja, Marleen. Dat is echt, dit is Marleen, met Tessie. En dat was jullie? Welke hond was dat? De vijfde. Oké. Die komt uit Amerika, Tessie. Die is uitgewisseld met de Amerikaanse geleidehondenschool uit New York. En Marleen, die doet alles met Tessie. Marleen heeft in... Marleen is ook blind, hè? Marleen is blind. Ja, bijna. Ze ziet door een kokertje en dan nog maar 5%. Oh, ja. Dus dat is echt... Marleen heeft in Hilversum gewoond, werkte in Utrecht. En het stormde, dus ze was er oriëntatie kwijt. En ze wist echt niet meer waar dat ze liep. Dus jij tegen Tessie, ga maar. En Tessie bracht haar naar haar werk. Want ze wist zelf niet meer waar ze naartoe moest. Ja. Ja, maar daarvoor doe je het dan ook. Ja. He, dat mensen op een gegeven moment, ze komt bij Utrecht aan en er zijn wegoprekeningen, hun stoep is op, maar ze moet naar het station. Die hond, dan wordt er gezegd, zoek het maar uit. Terwijl de Tessie, die doet het zonder probleem. Tessie, zo heet de hond. Ja, ja. Die loopt om alles en iedereen heen en brengt ze veilig naar het station. Dat is toch knap, hè? Dan... Ook al kunnen wij kunnen zien, ik sta ooit al te kijken van hoe kan ik het beste aan de overkant komen. Ja. Hè? En zo'n hond die weet het wel. Maar die moet dus alles in de gaten houden. Ja. Of dat ze ergens onderdoor kan, langs kan, veilig kan en dat soort dingen. Dan denk ik van hoe kun je het leren? Dat is weer een apart vak. Ja, dat is echt een apart vak. Hè? Het belangrijkste is het snoepje wat je bij je hebt. Ja, echt waar, de beloning. En dat is vanaf
het moment dat hij hier komt, totdat hij eigenlijk naar de blinde gaat, is het snoepje, het koekje, is heel belangrijk. Want voor alles wat een hond doet, moet hij beloond worden. Ja. In het nest leren we dan. Ja? We hebben een fluitje en vanaf 3 weken krijgt de pup brokjes. En op het moment dat het fluitje gaat, dan mag de pup komen en dan weten ze, dan krijg ik wat lekkers. Als dat fluitje gaat. Ja. Dus ja, daar reageren ze nu nog steeds op. Ja, daar heb je nog steeds dat fluitje. Ja. Ja. En dan wil jij fluiten als je moet komen eten. Of je, wanneer fluit je nou? Want nou is geen pup meer, hè? Nee, nou is het geen pup meer. Ik zet zijn voerbak klaar. Hij moet gaan zitten. Moet wachten. Dus hij mag niet als een dolle, wat meestal die honden doen. Nee. Oké. En dan, als ik fluit en ik zeg vrij, dan mag hij komen eten. Ja. Maar als ze aan het wandelen is en ze zijn vrij en hij moet gewoon komen, is het een kwestie van fluiten. En hij komt en hij weet dat hij iets krijgt. Ja, dit is zo'n hondenfluitje, zo'n heel hoog zo. Nee, dit is gewoon normaal. Gewoon normaal. Gewoon mensen hoort het ook gewoon. Ja. Ze zeggen wel eens tegen mij, hou op. Ja, hou op met een fluit. Ja. En dan, ja, oh, dat is wel slim. Eigenlijk zou iedereen zo'n hond. Want nou hoor ik eigenlijk niks. Het is natuurlijk, je bent hem aan het klaarstomen voor daags een opleiding. Maar eigenlijk zou iedereen dit moeten doen. Ja. Krijg je dat ook als je op een puppycursus gaat? Weet ik niet. Ik heb nog nooit een puppycursus gedaan. Nee, want dan zou je dan... want hoe weet jij dit allemaal? Hoe weet je nou dat jij dat zo moet doen en dat je hem apart... We hebben een handboek, een handleiding. En dan ga je doornemen en daar staat helemaal in? Daar staat in beschreven en we hebben er nog een video bij gekregen met instructiefilmpjes en zo. En 1 keer in de 6 weken komt er altijd iemand van het KGF. En dan ga je ook een keer mee naar de winkel en een rondje lopen en loslopen. En dan zegt ze van, nou, dit kan je beter doen of doe het eens een keer zo, dan werkt het ook beter. En natuurlijk door al die jaren ervaring. En door al die jaren heen. Ben je voor een oude rot in het vak eigenlijk, hè? Ja, toch? Maar leuk. Nou, zijn jullie de enige boeksel? Ja. Voor zover wij weten wel, ja. Van het KNGF wel. Ja, want heb je ook contact met andere gezinnen of is dat niet zo? Of? Ja, we hebben een hele Facebookgroep van puppypleeggezinnen, fokgastgezinnen en alles bij elkaar. Blinden zitten er ook in. Ja, en dan kun je met elkaar dingen uitwisselen of zo. Ja, en je kan altijd KNGF bellen als je iets niet weet of... Ja, want ben je ooit ergens tegenaan gelopen dat je zegt van, nou weet ik niet, dit is zo'n aparte hond of nou... Nee, eigenlijk niet. Wij lossen het vaak zelf al op. Ja. Want nou zie ik hier zo'n koekje liggen. Ja. Is dit zo'n hondenkoekje? Ja. Maar als beloning... Een beetje speculaasachtig, hè? Als beloning krijgt hij maar een heel klein stukje, hoor. Dit niet? Nee, dit krijgt hij alleen van mij als wij koffie of thee drinken. En dan komt hij naast me zitten en dan weet hij van, oh Bas, ik krijg nou een koekje van jou. Oh ja, en dat is dit dan? Ja. En dat blijft ook, want we hebben een hond die dus nu, die is overleden is. Daar was ik na een jaar op bezoek en we kregen koffie en... Ze zat gewoon naast me om te zeggen van, ja, maar daar ben ik nog steeds niet vergeten. Och, dus een hond vergeet niet. Nee? Dat is ook wel bijzonder als je dat dan weer zo ziet. Ja. En je had een koekje bij en je gaf hem een koekje. Nou, ik kreeg een koekje van de mevrouw waar die was. Dus dat is dan wel heel leuk. Want die koekjes die jij geeft als beloning, de hele dag door, als je iets gaat doen, dat zijn dan andere, kleinere koekjes? Dat zijn kleine koekjes. Ja. Oké, want anders wordt je moddervet, hè? Wordt je te vet, hè? Het is wel eigenlijk een goed idee om een hond te belonen voor de dingen die je goed doet. Ja. Nou, maar als je dat vanaf dag 1 doet, dan is dat ook goed. Dan weet een hond ook. Ja. Ik denk dat er heel veel dingen in, ook voor gewone honden, heel veel nog te leren is. Gewoon het feit van het uitlaten, het plassen, het poepen. Wij moeten aan de stoeprand gaan staan en de hond die krijgt een riem aan van 1 meter. Hij kan 1 meter naar links, hij kan 1 meter naar rechts. En hij weet, hier moet ik plassen en hier moet ik poepen. En zo niet, dan ben ik weer binnen. Kijk, soms gaat dat niet altijd. Soms heeft een hond ook wel eens hoognood. Oh, en dan, helaas gebeurt het wel eens. Ja. Maar in principe, alle honden die wij hebben van het KGF, moet je gewoon in de goot laten plassen en poepen. Ja, en hoe doe je dat dan? Dan zorg je gewoon... Hond weet gewoon van, ik heb niet meer ruimte. Ik heb 1 meter aan mijn riem en ik kan naar links en naar rechts. Nou... En op het moment dat hij plast of poept, wordt hij beloond. Nou, en na 10 keer, maar weet hij al niet weten. Ja. Dan kijkt hij als een, jongens, goed hè Bas, hier is een koekje en klaar. Ja, en heel veel mensen
geven juist straf als hij iets fout doet. Ja. Ja. Maar je moet hem dan eigenlijk belonen. Ja. En als hij nou iets fout doet? Negeren. Ja. Dat alleen is belonen als hij het goed doet. Ja. Ja. En de rest negeren. Ja. Ligt er natuurlijk aan wat hij fout extreem, doet. Niet extreem, maar ja. Nee, want dan krijgt hij ook voor mij wel eens een pak op zijn billen, hoor. Ja, want dan weet je wel natuurlijk. Dan weet je ook echt wel en dan kijkt hij zo van, ja, baas, eigenlijk heb je wel gelijk, maar het is eigenlijk alleen maar belonen en hond alleen maar belonen en voor de rest negeren als je ze negeren. Dan zet je hem in de bench, ja. Ja. Terwijl ik dacht, een bench moet ook fijn zijn. Ja. Maar is ook. Slapen is veilig of zo. Maar dat is ook zo. Je moet hem ook niet erin gooien of zo, maar gewoon even afkoelen en dan mag je er weer uit. Ja. Maakt het nou iets uit of het nou een reu is of een teef? Is er een verschil voor jullie? Nee, maakt niks uit. Want ze gaan allemaal in de goot. Ze gaan als pup al zittend plassen. De reuën worden gecastreerd tussen de 6 en de 8 maanden. Voordat ze de poot optillen, want dan blijven ze zitten plassen. En dat is ook altijd. En dat is meestal. Meestal. Ja. We hebben er één gehad die begon met 5 maanden al zijn poot op te tillen. Dat is dan jammer. Maar want dan ben je eigenlijk te laat, of niet? Ja, maar ze mogen niet eerder gecastreerd worden. Nee. Dus, nee. Maar dat is, het is niet zo erg, want ze doen het toch allemaal in de goot. Maar, maar je hebt liever dat ze gewoon zitten. Ja, zitten plassen. Dat is makkelijker voor de baas ook. En een teef, wordt die gesteriliseerd? Of hoe gaat dat dan? Die wordt gesteriliseerd na de eerste looptijd. Ja. En dan hebben ze daar ook geen last meer van. Ja. Dat ze loops worden en alle dingen er eromheen. Merk jij zelf verschil als je een reu krijgt of een teef? Of heb je voorkeur zelf? Nee, ook niet. Helemaal niet? Nee. Je hebt ook teven die wat dominanter zijn als een reu. Dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit. Nee, ik kan me wel voorstellen, als ik dan, want jullie hebben dan allemaal die herders. Een reu is over het algemeen veel sterker en groter. Hè? Ja. Dus ik zie jou regelmatig met een hond lopen. Ik denk, jezus, het lijkt wel een pony. Hè? Moet ook. Een groter hoe beter. Ja. Ja, waarom? Heb je tenminste een hond in je handen? Ja. Ik ben niet zo van de kleine hondjes. Nee. Want wat is ook de reden waarom ze altijd behoorlijke honden hebben voor dit soort dingen? Ze hebben ook wel kleine hondjes. Oh ja? Ze hebben ook wel labradors die niet zo groot zijn of goldens. Ja, ja, maar het zijn altijd deze rassen, hè? Meestal deze rassen. En waarom is dat? De goldens en de labradors die zijn heel mensgericht en heel vriendelijk, maar ook, willen ook wel werken. En de herders die zijn ook heel werkhonden. Die zijn nog iets meer werkhond. Op die zijn meer baasgericht. Ja, ja, ja. Want het is natuurlijk, bijvoorbeeld als je een jachthond hebt, ja, die is er natuurlijk niet geschikt voor. Dat weet je niet. Ja, dat hij wat meer gericht is naar buiten, misschien op de jacht of zo. Ja, maar zo, wij hadden het er laatst over van met een border collie. En nu blijkt dus dat ze een kruising hebben, border collie golden. En die gaat als hulphonden gaan ze die inzetten. Die worden al meteen thuis getraind als hulphond. Nou, dan denk ik van, hulphond, dat houdt in? Dat is assistentiehond. Laadjes openmaken, sokken aantrekken en dat soort dingen. Deur openmaken. En dat soort dingen. Oh, ja, maar dan zeg ik van, ja, dat is een goede combi waarschijnlijk. Want ja, is ook een het is een werkhond, een border collie. Dus ja, die willen werken. Dus dan heb je ook niet zo gauw de verveling, denk ik. En dat is met een herder ook. Die vragen veel meer aandacht. Want ja, die willen gewoon, ja, die blijft eigenlijk gewoon tot 's avonds 8:30, 8:30 blijft hij zijn best doen. En dan denkt hij van, nou baas, nou is het zat, nou gaan we slapen. Ja, god, is een hele taak. Ja, maar wel leuk. Ja. Want nou hebben jullie een hond en die gaat binnenkort weg. Die gaat binnenkort naar school. De ene hond is erger dan de andere? Ja. En wat maakt er uit dat de ene, dat je bij de ene denkt, en bij de andere denkt van, oh god. Met de ene heb je meer band als met de andere. Maar waar ligt dat dan aan? Want je zou zeggen, een herder is een herder, of een hond is een hond of zo, of... Nee, dat is toch niet. We hebben er eentje gehad, onze eerste, dat was een kruising Golden Labrador. Ja. Het was een schat van een beest, maar toen hij een jaar was, leek het wel een oude hond. Er zat heel weinig in. Er zat heel weinig pit in. En die we nu hebben, daar heb ik heel veel band mee. En dat zal me heel veel pijn doen. Oh. Maar je weet wel waar je het voor doet. Ja. Als je dan straks geleide hond is, dan ben je ook weer trots. Ja. En dan kun je toch nog eens een keer gaan kijken of zo. Hè? Ja. Ja. En dan is als daar deze hond weg is, dan is het een aantal weken rust.
Dat weet je ook nooit. Dat weten we niet. Dus het kan ook goed zijn dat ze zeggen, ja, wacht even. Het kan zijn dat ze bellen van... Neem maar mee. Nee, dan niet. Oh nee, oké. Okay. Ja. Het kan zijn dat ze na 14 dagen bellen van, nou, er komt een hond uit Amerika, hebben jullie zin? Nou, dat is goed, kom dan overmorgen maar halen. Maar het kan ook zijn dat er niks is en dat we nog 3 maanden moeten wachten. Of 4 maanden. Ja, ja, dat kan dus ook. Ja. Ja, omdat wij dan iets met een herder willen hebben. Ja, ja. Kijk, ja. Want Golden en Labradors, die zijn er door het heel jaar heen zijn best wel heel veel nestjes. Want ik geloof nu dat op er ook weer 2 nestjes. Jaarbasis ongeveer 175 honden naar het KGF gaan om blinde geleidehond te worden. Ja. Dus dat is op zich toch... Ja, maar jullie willen dan toch die herder hier eigenlijk. Ja. Ja. Het zijn meestal Duitse herders? Ja, Duitse herders. En waarom is dat dan? Die hebben hun als fokhonden. Ja. Ja, want je ziet dikwijls in de Mechel, dat ze herder bij als politiehond of zo. Ja. Als hij nou zo in zo'n hond in met pensioen gaat, gaat hij dan weer naar een gezin toe? Waar gaat hij dan naartoe? Dat kan. Het kan zijn dat die blinde zegt, ik hou hem hier. Maar het kan ook zijn dat hij zegt van, nou, hij gaat naar mijn dochter of naar mijn zoon. Of... Ja, want we zijn er zo aan gehecht of dat soort trouwe dienst. Maar het kan ook gebeuren dat ze zeggen tegen het KGF, zoeken jullie een goed gastgezin voor hem waar hij zijn pensioen kan doorbrengen. Of hij gaat terug naar het puppypleeggezin waar die is opgegroeid. Ja, dat kan ook. Ja. Want het lijkt me ook wel moeilijk om een hond van 8, 9 jaar en dan ook nog een herder... Om niet zomaar te zeggen, kom maar, want je weet ook niet wat je in huis haalt. Hè? Ja, hebben ze dat natuurlijk... weet je wel. Ja, toch? Ja. Omdat het een blinde geleidehond is natuurlijk. Ja. Dan weet je echt wel wat je in huis krijgt. Dan heb je, daar hoeft je niemand... niet bang te zijn dat je agressief is. Nee, daar hoeft niemand bang voor te zijn. Daar durf ik de hand voor in het vuur te steken, want dat is gewoon zo. Ja, want hij is dikwijls in een asiel. Hè? Dan denken ze, een oudere hond. Ja, maar dan weet je ook de achtergrond vaak niet. En nu weet je dan, hij heeft in principe een goed leven gehad. Of al nog steeds een goed leven. En dan weet je gewoon, die honden, daar zit geen sprankje agressie of helemaal niks in. Dat is helemaal goed, Dat zit al in de hond, in deze hond ook. Hij is ruim 1 jaar oud, maar je kunt geen lievere hond hebben op een gegeven moment. En dan denk ik van, Zijn er dan mensen die er een op kunnen geven? Ja. Die kunnen zeggen van... Dat is een wachtlijst. Echt waar? Die echt dan ook voor afgekeurde honden. Honden die medisch niet goed zijn. Of gewoon dat het niet in de hond zit. Er is een wachtlijst voor. Maar die wachtlijst die hebben ze stopgezet. Want er staan zoveel mensen op. Ja? Die graag een hond willen hebben. En een goed gesocialiseerde hond. Ja. Want het kan natuurlijk ook zijn dat je begint met iets dat zijn heupen gaat krijgen. Kan een jaar ook, of een 2 jaar natuurlijk. Ja. Na een jaar worden ze medisch gekeurd en dan kijken ze of dat ze verder kunnen, dat er niks aan mankeert. Ja. De ogen worden getest, de heupen, de ellebogen, wordt allemaal nagekeken. Ja. En dan vallen er al af met een jaar. Jullie krijgen daar een nieuwe hond, een nieuwe pup. Ja. Alleen je weet nog niet wanneer. Nee. En dan vraag ik me af, heb jij daar dan ook weer altijd evenveel zin in? Om weer... Ik kan me ook wel voorstellen dat je begint met ik stop ermee. Nou, 10 honden heb ik gezegd, dan stop ik ermee. Ja. Maar dat zal niet gebeuren. Hij zei na nummer 2 al van we stoppen, maar dat we zijn niet. Nu bezig met nummer 7. Nee, dat gaat niet. En binnenkort nummer 8, die gaat dadelijk komen dan? Ja. Ja, nee, dat gaat niet. Dat is, ja, maar je begint toch iedere keer verslavend. Ja, werkverslavend, ja. Krijgen jullie ook een vergoeding dan? Wij krijgen geen vergoeding. Alleen, want het eten en alles. Dat wordt allemaal betaald. Het eten wordt vergoed, de dierenarts wordt vergoed. Het vervoer, dus op en neer rijden naar Amstelveen, het op en neer rijden naar Utrecht, dus als de medische keuring. Ja. Dus benzine en zo. Dat wordt vergoed. En alles wat er omheen hangt, al die kosten worden allemaal vergoed door het KGF. Ja. En heb je dan niet zo ooit dat je denkt, nou doe maar even niet, want we willen eens een keer uitgebreid op vakantie. Dat kan ook. Ja. Want jullie gaan dus ook niet op vakantie. Dat kan wel, maar dat wil ik niet. Dan ben ik weer de eigenwijze Eddie. Maar ik zeg waarom niet? Omdat ik neem een hond in huis en ik wil van A tot Z, is onze hond. Ja. En ik ga maar niet op vakantie. Nou geef ik toch al niet zo. Nee, maar dat moet dan wel zo zijn, hè? Ja. Dan moet er iemand anders voor mijn hond gaan zorgen. Nee, ik wil van A tot Z. Wil ik daar er is nooit een optie dat je zegt, we gaan naar de camping, zeg maar iets, en we nemen de hond mee. Dat kan ook. Dat mag wel. Ja. Dat kan wel. Ja. Maar nou gaat dadelijk deze hond weg, er komt daar een pup. Heb je dan nou niet van, we hebben daar een paar weken rust.
we gaan eens lekker de zon in, de Kanarische-eilanden, ja, of zo. Dan gaan we plannen. Ja, dan gaan we plannen. En dan belt morgen Karin, Jef, je moet overmorgen op Schiphol staan, want er komt een hond uit Amerika, een herder, en dat is iets voor jullie. En dan zeggen wij ja, en dan gaan we niet op vakantie. Dus gaan we gewoon niet op vakantie. Ja, is dat zo? Ja, is dat zo? Ja, zo is dat. Ja, zo is het eigenlijk. Ja. Ja, dan zeggen wij, kijk, of het moet een ander zijn, maar zo gauw het een herder is, dan is het gewoon zo klaar. Want zo is het, met Tessie is het ook zo gegaan. Wij stonden ook op een wachtlijst en er wordt gebeld, willen jullie een hond uit Amerika, een herder? Ja, natuurlijk willen wij daar. Nou, dan moet je overmorgen in Amstelveen zijn, want dan komt hij aan. Ja, en zo snel gaat dat gewoon. Dan zijn ze toch wel heel blij met jullie, dat jullie eigenlijk jullie leven richten op hun. Ja. Nou, dat is niet helemaal richten op hun. Dat weet, nee, zo durf ik, nee, zo ga ik dat niet zeggen. Nee, maar dat zeg ik dan. Maar ja, vakantie is leuk, maar dit is veel leuk. Leuker. Ja, ja, leuk. Ja. Maar bijzonder dat jullie zo gepassioneerd zijn van dit project. He, zo kan ik het wel zeggen, hè? Ja. Ja, eigenlijk zou je het dan moeten zien als afsluiting van hè, een blinde met een hond. Dat je, dan zie je eigenlijk waar je het voor doet. Ja, dat denk ik ook. Want je kunt er nog zoveel over vertellen. Ja. Maar als je ziet wat je ervoor terugkrijgt en waar die blinde blij mee is, dan denk je helemaal goed. En dat geeft ook troost, zeker met jou, als je daar zo'n hond weer af moet geven, dat je denkt, ja, het doet zeer, maar dat je dan toch weer weet van, ja, daar doe ik het voor. Daar doe ik het voor. Voor de vrijheid van de blinde. Ja. Goh. Of een van die andere. Of een van die andere dingen, maar dat hebben wij nog niet meegemaakt. Nee, jullie gaan ze allemaal naar een. Tot nu toe zijn degenen die geslaagd zijn, zijn blinde geleidehond geworden. Ja. Onze laatste hond, Laska. Ja. Dat is een Duitse herder met een golden retriever kruising. Ook een schat van een beest, alleen die is afgekeurd omdat die waagziek werd. Heel erg waagziek. Oh. Dus die is wel. Normaal groeien ze eroverheen, maar deze. Dus die is wel naar school gegaan. Die heeft de kleuterschool nog volbracht en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment is het gewoon klaar. Want dat kunnen ze niet hebben natuurlijk. Een blinde kan niet met een hond. Dus ze zijn op zoek gegaan. En ze zijn uiteindelijk uitgekomen in Vught bij Boswijk. Daar zit de demente bejaarde. En daar is hij huishond geworden. Ach, buddy hond. Ja? Er zijn 12 bewoners leuk, zeg, in een huis. Ja. En er is hij gewoon huishond. En die hond die heeft daar naar zijn zin. En we zijn daar geweest. En geweldig, helemaal geweldig. Want hij is toch een heel kalf, hè? Om het zo maar te zeggen. Dan moeten die mensen toch ook maar. Ja. Nou, deze viel vrij klein uit. Oh, ja. Was niet zo'n kalf als deze. Ja. Was echt. En wat doet hij daar dan? Hij is gewoon huishond. Hij troost mensen. Er was een mevrouw die. Die kwam niet uit bed, niet zo makkelijk. Nou, Laska is daar naartoe gegaan, die is op bed gesprongen. Die is daar ook een beetje gaan doezelen met die mevrouw. En na een half uur denkt hij bij zijn eigen van zo, nou heb ik het gehad, hond eruit. Maar het vrouwtje ging er ook uit. Ach, wat mooi. Een man in een rolstoel, die helemaal in zichzelf gekeerd was. Tegen niemand meer praten en deed. Zijn vrouw ging daar naartoe, gaat met hem wandelen, neemt de hond mee. Die man die gooit ballen, die praat tegen de hond en die komt weer helemaal tot leven. Maar is dat toch dan, hè? Wat bijzonder, hè? En ook weer een hele trouwe, goede hond, natuurlijk. Want die is natuurlijk heel goed afgerekend. Ja. En hij is op zijn plek. En hij is op zijn plek. En hij kan daar wel heel lang toch wel volhouden. Ja, want ze woont daar intern, dus ze hoeft niet te reizen. De dierenarts komt daar naartoe. Dat is wel heel mooi dat ze daar zo'n rekening mee houden. Hè? Ja. Dat zo'n hond die toch perfect overal wel is, maar met een net wagenziek wordt, dat ze dan zoiets vinden. Ja. Ja. Maar ook iemand dus daar in Boswijk die zich daar hard voor maakt, die denkt van, hé, een hond is wel iets natuurlijks. Want daar zijn 10 verschillende units, maar daar zitten die units, daar zitten ook mensen van, zeg maar even, boeren kom af of normale aan. Ja, van alles, ja. Maar je hebt ook een groep, daar zitten alleen maar advocaten, rechters en dat soort dingen. Een groep met, zeg maar even, die winkels gehad hebben of detailhandel. Ondernemers, ja. En die man is daarover na gaan denken en die heeft een balletje opgegooid. Maar ja, er is geen budget voor tegenwoordig meer. Dus die is sponsors gaan zoeken. En heeft nu sponsors gezocht. En zodoende is die hond daar terechtgekomen. Ja, want hij had hem wel moeten kopen. Nee. Hij is geschonken, maar het kost voer, dierenarts. Oh, zo ja. En die kosten, die hebben ze niet. Ah,
De dierarts komt vrijwillig aan huis. Als er iets is, kost ze niks. Oh, ik kwam met hem bij de dierarts. Dat zijn mooie dingen hoor. Zo. Dat zijn hele mooie dingen. Dan denk ik van ja, er zijn toch ook nog wel goede mensen in deze wereld. Dat mensen toch meedenken van hoe kunnen we... Ja. Ja. En want die mensen zijn de hond gewend. Ja. Dus. Ik kwam met hem bij de dierarts. En toen zei de dierarts, ik heb Laska gezien. Het gaat goed met haar. Ja. Is goed op de plaats daar. Ik wil jullie bedanken. Ik vond het heel interessant. En ik zag jou regelmatig lopen. Nou weet ik er meer van. Waarom? En nou weet ik waarom. En nou weet ik zeker dat ik er niet meer aan mag komen. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Maar nou vind ik het wel heel leuk om te weten hoe belangrijk dat het is. Dat je ze respect hebben voor jou en jouw voor de hond. Heel hartelijk bedankt allebei. Graag gedaan. Thank you.